Welkom bij de installatievideo van jouw waterblessing waterzuiveringssysteem. Ook wel bekend als Aqualijn. Zorg voor een waterkoker, afwasmiddel en een emmer. Het keramische filter, het meerstappenfilter, de pH-ring en de L van mineraalstenen zijn standaard meegeleverd. Jouw systeem besteld zonder pH-ring? Dan mis je dit doosje. Ben je in het derde jaar of tijdens de installatie? Dan heb je ook de mineraalstenen nodig. De pH-ring dient te worden afgespoeld. Het keramisch filter is meteen klaar voor gebruik. Het meerstappenfilter, let goed op hoe je deze voorbereidt. Bij de 5 liter heb je hier een 4 layers en bij de 12 een 5. Je ziet het, mijn keramisch filter is duidelijk aan vervanging toe. Fijn, een nieuwe. Zet de waterkoker maar aan. We beginnen met de mineraalstenen. Doe alle mineraalstenen in een emmer en spoel ze een paar keer af met koud water. Gooi het kokend hete water over de mineraalstenen. Kwestie van geduld. De mineraalstenen dienen 1 uur in het water te blijven. Zorg ervoor dat het meerstappenfilter zowel rechtop als dwars in de emmer past. Let op, nu alleen koud water gebruiken. Zorg ervoor dat het meerstappenfilter helemaal onder water is. Alle luchtbelletjes dienen uit het filter te zijn. Schud even extra om ervoor te zorgen dat dat echt het geval is. Let op, gooi deze ring niet weg. Deze gaat op het nieuwe meerstappenfilter. Skip 30 seconden vooruit als je een nieuwe hebt. Bewaar goed je 3-eenheid. De rest gaan we weggooien. Draai het kraantje voorzichtig los en let goed op hoe de ringetjes zitten. Doorspoelen met heet water kan geen kwaad. Nieuw of weer een jaartje verder. Even schoonmaken kan geen kwaad. Neem de ring ook meteen mee. Voorzichtig aan, de glazen bak wordt met de hand gemaakt en mond geblazen en is het duurste onderdeel van jouw systeem. Schoon, schroef het er voorzichtig weer op. Let op, het glas is scherp en vast is vast. Deel 2 van je stappenfilter. Laat het filter 10 minuten onder langzaam stromend water in de wasbak staan. Het afspoelen van de pH-ring duurt ongeveer 3 minuten. Alles is klaar en we gaan hem in elkaar zetten. Als eerste de pH-ring. Daarna de L van mineraalstenen. Laat ze niet vallen, want anders gaat de bak stuk. Verdeel ze goed aan de buitenkant van de pH-ring. Derde, de 3-eenheid.
de amethyst, de rozenkwarts en tot slot de bergkristal. Dat ziet er mooi uit. Wauw. Nu kan het meerstappenfilter erin, nadat je de ring uiteraard bevestigd hebt. Zet het systeem weer in elkaar. Klaar om neer te zetten. Wanneer je hem op de rand van het aanrecht zet, past er ook een fles onder. Nu is de kwestie van bijvullen. Het duurt ongeveer een uur voor 1,5 liter water. Geniet van het heerlijke en eerlijke water.